tegen het KWF, hè, daar doen we het allemaal voor. Een record aantal deelnemers in de 5e editie van de Blubberen. Er komt straks een startschot. Boom, hartstikke mooi. Onderzoek is enorm belangrijk, dus iedere donatie is van harte welkom. En nou ja, wat betreft mijn vrouw ging het dan met name over het BRCA1-gen, het borstkankergen, om daar nog meer onderzoek naar te doen. En ook mijn dochter, die heeft weer 50% kans dat ze ook dat gen heeft. En zij kan het ook weer doorgeven vervolgens aan haar kinderen. Dus ja, ook wel weer een spannende tijd als zij 18 is en zij de keuze heeft om het te willen weten of niet. Ja, of zij het dan wel of niet heeft. Dus dat is nog eventjes afwachten. Vandaag. Ja, goed. Was pittig, maar wel heel erg leuk. En nou weet je dat het voor de KWF kankerbestrijding wordt gehouden? Ja, ja, zeker. Ja, daar lopen we voor. Hè. Nou, meerdere mensen die ik ken die kanker hebben of hebben gehad. En ja, die zitten allemaal wel in mijn achterhoofd, dus daar loop ik al voor, ja. Oké. Okay. Okay, dat klinkt heel goed. Blubberen, ladies. Ja, klinkt goed, hè, blubberen, ladies. Dat is het ook. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, we zijn met een stel meiden van met z'n zessen hebben we de Blubberrun gelopen. Nou, we vonden het hele toepasselijke naam, de Blubberrun Ladies. Kijk, mooie naaldhak erbij. Dat is een naaldhak, ja. Er is naaldhakken aan gaan doen, maar dat hebben we toch maar niet gedaan. Heb je nu ook met specifiek iemand in gedachten deze run gelopen? Jazeker. Heel speciaal. Nou ja, ons familielid er voor de eerste keer niet bij kan zijn, helaas. Maar goed, ja. Ik ben nog niet fietsen nog. Jongens, gaat het nog een beetje? Ja, hallo! Ja, het gaat nog wel, ja. Gaat het nog? Ja! Kom op tv! Ja! Yes! 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 Hier de vordering, dames en heren. Hier de man van Barcelona. Onherkenbaar. Waar komen jullie vandaan? De blubber, hè? 5 jaar geleden is mijn vriendin komen te overlijden aan kanker. En ja, naar aanleiding daarvan hebben we besloten om met z'n allen ter nagedachtenis van Marieke om aan deze run mee te doen.
voor het goede doel. En niet voor de eerste keer, heb ik begrepen? Nee, dat is voor de vijfde keer. We doen vanaf het begin doen we al, eigenlijk al mee. Dus kennis of een vrienden van ons die wees ons erop op deze run. En toen dachten we van nou, het is gewoon een leuk en een goed initiatief om aan mee te doen. Dus een initiatief om geld in te zamelen, maar ook om haar in gedachten te houden. Ja, absoluut. Ja, dat is ook echt te nagedachten is van haar. En ook weer echt, dan iedereen die is zo enthousiast om aan dit mee te doen. Maar ook wel in het achterhoofd van ook ter nagedachten is van Marieke. Dus zo bijzonder maakt het voor ons dit. En zodoende doen we dit ook nog al voor het vijfde jaar. Ja, graag gedaan. We gaan eerst even de prijzen trekken doen, mannen. Kijk eens aan. Ja, jullie krijgen teamkleding en jullie krijgen een clinic. Helemaal goed. Dan krijg je helemaal blij. Hoe verliep het vandaag? Ja, het liep vandaag hartstikke goed. We hebben ontzettend veel mensen hier op de been. Heel speciaal. Dus een hele geslaagde dag. Ja, absoluut. En ik ben ook echt super trots op iedereen die mee heeft gelopen. En iedereen die ook vrijwillig voor ons van alles heeft gedaan. Want dat is enorm wat iedereen voor ons betekent. En voor KWF Kankerbestrijding natuurlijk. Hoeveel mensen hebben nou meegelopen? 1067. Dus enorm veel. Heel erg veel. Heel erg gaaf. Ja.